18 september, de woensdagavond. Ja, de ene zit naar de voetbal te kijken, wij niet. Want wij zijn vanavond bij de presentatie. En dat wel met de ploeg de Van Werven. Voor de tweede keer in successie is hier een presentatieavond. Dat komt niet zo vaak voor, moet ik zeggen. Maar wel natuurlijk bij de Van Werven team. Schaatsmarathon, schilleren. Ja, je kunt het niet bedenken. Het is een actieve ploeg geworden. Naast mij staat Wilfred Van Werven. Wilfred, ja, je zit al aardig wat jaren nu op bij die organisatie van de Van Werven schaatsploeg. Dat doe je natuurlijk niet helemaal alleen, hè? Nee, gelukkig niet, want dan zou het wel heel veel vrije tijd in beslag nemen. Nee, we doen dat in ieder geval vanuit de stichting met een bestuur. Een penningmeester Tjaco Naakt geboren en secretariaat het Geert Plender. En Linda van Dieren, onze binnendienstmedewerker bij Van Werven, maakt er ook de nodige vrije uurtjes voor beschikbaar. En samen bouwen we in ieder geval vanuit het management aan deze ploeg. En daaronder draait de ploeg volledig zelfstandig op het gebied van coaching, training en alles wat daarbij hoort. Als je terugkijkt naar vorig jaar, tevreden met de ploeg? Nou, we hebben vorig jaar een heel mooi seizoen gedraaid. We hebben ook goede wedstrijden gereden. We hebben helaas maar één keer kunnen winnen. Maar de BAM was vorig jaar echt oppermachtig, maar dat heeft iedereen ook gezien. Ik denk dat wij gewoon vorig jaar de best of de rest waren. Als je dat in verhouding zet met de begroting waarmee wij werken, is dat gewoon een hele goede prestatie. En zijn we zeer tevreden mee. Ja, dan de rijders op zich. Kerry Hekman werd opgegokt vorig jaar. Liep niet helemaal zoals het was. Toch mooie successen geboekt. NK gezien eigenlijk in de thuishaven. Had je een stille hoop daar zo? Ja, tuurlijk. We hebben iedere wedstrijd zijn we gegaan voor de winst. Wetende dat dat heel lastig zou worden, maar we zijn de moed nooit verloren. En ja, we zijn er ook heel vaak heel kort bij geweest. Hè. Kijk naar het aantal tweede plekken die we gedraaid hebben. Ja, dubbeltje hoeft de andere kant op te vallen en je wint er een aantal. Maar dat is niet gebeurd. En ondanks dat hebben we toch een heel mooi seizoen gedraaid. En wat we daar geleerd hebben vorig jaar, hopen we in ieder geval aankomend seizoen onze vruchten van te plukken. Is er wat veranderd bij de ploeg van Van Werven? Nou, we zijn grotendeels met dezelfde ploeg qua rijders. Er is één rijder bijgekomen, Jan Maarten Heideman. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, Oldebroekse rijder. Geweldig mooi, hè? Oldebroeken toch een team. Ja, klopt. Nou, we hebben natuurlijk in de aanvangsjaren met René gereden, met René Ruitenberg, ook als Oldebroeker. We hebben nu een jaar achter de rug zonder Oldebroeker in de ploeg. En aankomend jaar echt weer een Oldebroekse schaatser in de ploeg. Daar zijn we heel erg trots op, ook blij mee. Dat is sowieso dan veranderd, een extra rijder. René Ruitenberg is gestopt als coach, is nog wel betrokken bij de ploeg als adviseur. Roy Boeven, een schaatstalent uit het verleden die door middel van de zwaardbevoet moest stoppen helaas met zijn sport. Maar altijd nog gemotiveerd is om wat in de sport te doen en heeft de rol als coach op zich genomen. En ook zijn manier van aanpak zal ook weer moeten blijken aankomend jaar of dat zijn vruchten af gaat werpen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Waarom hebben jullie Jan Maarten Heideman genomen? Ja, Maarten Heideman is sowieso een schaatser die het verdient om een van de betere ploegen van Nederland te rijden. Wij vonden ook dat wij Jan Maarten verdienden. Wordt dat meer de adviseur van de ploeg? Nee, zeker niet. Natuurlijk heeft hij advies en zullen wij gebruik maken van zijn adviezen. Maar Jan Maarten gaat vooralsnog dit seizoen voor puur het sportieve vlak, voor zijn eigen kansen, voor zijn eigen mogelijkheden. En ik denk echt dat Jan Maarten het aankomend seizoen nog iets heel moois laat zien. Wat zijn de plannen? Ligt er iets op tafel, een doelstelling? Nou, doelstelling is sowieso om gedurende het hele seizoen elke wedstrijd te gaan rijden voor de overwinning. We starten niet om te rijden, maar we starten om te winnen. Afhankelijk van, het seizoen duurt lang. Niet iedere rijder zal aan het begin van het seizoen in zijn topvorm zijn. Hè. Onze trainer probeert daar zoveel mogelijk op te schakelen, zodat we continu iemand in vorm hebben. Ook met het oog op vaak later in het seizoen natuurreiswedstrijden. Dus de jongens die goed zijn in natuurreis, zullen aan het einde van het seizoen naar een topvorm toetrainen. En de andere jongens en in het begin minder goed zijn. En anderen zullen juist in het begin van het seizoen heel goed zijn. Omdat is gebleken dat op natuurreis zij niet de meerwaarde kunnen leveren die een ander wel kan. Dus daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Goed, we gaan op naar de presentatie, Wilfred. Ik hoop dat het net zo mooi wordt als vorig jaar. Zeer geslaagd ook. En ik hoop dat het succes is natuurlijk voor de gemeente Oldebroek. Zeker ook voor Van Werven team.
het komende seizoen weer grandioos zullen gaan worden. Ja, dat hopen wij ook. En ik wil vanaf deze kant nog gebruik maken van de gelegenheid om in ieder geval alle sponsoren, businessclubleden en op welke manier dan ook mensen die betrokken zijn aan onze ploeg het allemaal mogelijk te maken. Want zoals gezegd, het bestuur gaat niet alleen, maar het als één bedrijf te financieren gaat ook niet. Dus daar ben ik heel blij mee. Heel goed. Ja, dat waren de woorden dus van Wilfred van Werven. Wij gaan op naar de presentatie, zullen na afloop van de presentatie proberen om Jan-Maarten Heideman en Kerry Hekman natuurlijk voor de microfoon te krijgen. Gaan we kort terugblikken, maar we gaan er zeker naar de toekomst. In oktober, dat is al wel zeker gesteld, zaterdagavond, dan is het feest in Amsterdam. Maar dan wordt de marathonschaats, ja, eigen competitie, geopend van 2013-2014. Ja, de presentatieavond zit erop natuurlijk, want ja, zoals vorig jaar ook weer in een bijzonder restaurant, nu voor de tweede maal. Maar er staat een nieuw gezicht bij, die bij de ploeg marathonschaatsteam van Verwerven is gekomen. Jan-Maarten Heideman. Ja, veelvoudige winnaar, je kunt het niet bijhouden op de teller. We hebben elkaar al eerder gesproken in een prachtig programma In Gesprek Met. Toen was je op zoek naar een sponsor. Ja, dit is toch geweldig dat je op een thuisbasis komt bij Van Werven. Ja, dit is voor mij heel mooi. Kwam het als een verrassing of? Ja, Wilfred van Werven heb ik al vaker gesproken. En, het kwam niet helemaal als een verrassing, maar ik ben er wel heel blij mee. Ja, want iedereen die zat zich af te vragen, waar komt Jan-Maarten Heideman terecht? Het ging moeilijk met de sponsor, je had het al aangekondigd. Met je vorige werkgever, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan kom je hier terecht. Heb je een doelstelling? Want ja, je bent een man van 40 jaar, vele overwinningen. Kun je nog de inspiratie vinden om nog door te kunnen gaan? En zeker met zo'n jonge ploeg. Ja, dit is gewoon een ontzettend mooie ploeg. We willen als ploeg gewoon proberen wedstrijden te winnen. Kijk, als de jongens doen, dan ben je er blij mee. En zelf hoop je ook nog een keer te winnen. Maar het is gewoon, gewoon heel mooi. Met Kerry Hekman in de ploeg en met de andere jongens. Het is gewoon, ja, top. Kerry, actief geweest, zeker ook, want ik kende je niet weer. Vorig jaar spraken we elkaar heel vaak bij marathonwedstrijden. Jan en Buikie, net de burgemeester zeg ik altijd, daar zie ik een hele slanke man. Ja, als je wil winnen moet je er veel aan doen, dus ook dat hoort erbij. Kreeg je in de gaten dat er iets niet goed zat? Ja, het was te vaak net niet en dan ga je dingen bedenken om harder te kunnen schaatsen en dit is er één van. Vorig jaar veel wedstrijden gezien. Net naast de pot gepist. Ik kan me nog herinneren, eerste openingswedstrijd in Amsterdam. Regende dat groot. Je kwam net iets te kort om de eerste zege te pakken. Hoe is dat voorgeborduurd? Zat je in twijfel of? Ja, nou ja, het is natuurlijk gelijk als de eerste wedstrijd. Het ging boven verwachting natuurlijk, maar je wordt op een paar millimeter tweede. Dus het is gewoon verschrikkelijk balen. En uiteindelijk kom je uiteindelijk een beetje in die sleur van heel veel tweede worden. Uiteindelijk gewoon nog wel een wedstrijd gewonnen, dus dat was echt wel heel lekker. Ik ging een natuurreis in en toen is mijn schouder in totaal 3 of 4 keer uit de kom geschoten door een nare val op natuurreis. Ja, en dan klungel je de hele tijd een beetje door en gelijk na het seizoen laten opereren. Dus nu helemaal weer blessurevrij en een hele lekkere zomer kunnen draaien. Ja, want we hebben dan ook geconstateerd, met de ploeg samen geprobeerd, maar het was bam, 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 hè? Ja, Bam was vorig jaar op een machtig, maar dat is constant dat de rest even net niet was of net even niet scherp of te veel naar de Bam keek en zelf geen initiatief neemt. Dus ja, dat is wel, zijn wel dingen die dit jaar anders gaan, denk ik. Ik heb gemerkt en geproefd tijdens de presentatie van jullie allemaal, er komt antwoord. Ja, zeker weten, daar ben ik echt van overtuigd. Daar zijn jullie klaar voor? Ja. Ja. We zijn benieuwd, openingswedstrijd 12 oktober. Doen we dat met regen of doen we? Ja, als het regent daar, dan glijdt daar, is dat wel lekker. Dus ik vind het mag wel gaan regenen. Ja, gewoon met paraplu allemaal kijken. Ja, inderdaad. Een parapluutje blijf je ook droog, regenpak aan. En aan de tijd lekker biertje in de scheve schaats. Ik vind het goed. Tot slot een vraag aan je van, gaan jullie als team met een opdracht dat jij de kopman zult worden van Verwerven? Of is ieder vrij van rijden? Daar ga ik niet over. Dat is Roy zijn taak. En ik ben het enige wat ik moet doen, zo hard mogelijk schaatsen. Ja, en dat misschien reikt de eerste wedstrijd wel niet eens dat ik niet goed genoeg ben. Dus dat is gewoon maar afwachten. Heel goed. Jan-Maarten Heideman tot slot. Overwinning op zak nog in het nieuwe seizoen? Ja, ik hoop het. Ja, ik zou het gewoon super mooi vinden. We hadden pas hebben Hallem gereden en
Dat ging met de ploeg heel goed en Gary was berensterk en die heeft het nou afgemaakt ook. En ja, ik hoop dat we daar met, zoals met Halm, dat we daar verder op kunnen borduren. Heel goed. Ik wens jullie heel veel succes samen met het team. En we zullen kijken wat het gaat worden. Oké, bedankt. Ja, een man die gelukkig eigenlijk op een thuisbasis is gekomen. Vorig jaar hebben we hem toch een beetje kunnen volgen in marathonwedstrijden. Met name zagen we hem heel goed optreden in Assen. Maar kwam net aan de eindsprint tekort wat betreft bij de top 3. We praten hier met Gerco van der Beek. Ja, niet onbekend natuurlijk in de gemeente Oldebroek, Gerco. Maar je hebt de schaatspot opgepakt bij Van Werven en de Stoudam, hè? Ja, klopt. Hele mooie uitdaging om voor Van Werven te gaan rijden en voor Stoudam. Hoe kwam je zover om daar te komen? Hebben ze je gevraagd of benaderd? Nou, we hadden al skiënteam. En ja, daar kwam Van Werven een beetje bij. En nu ben ik ook ingestroomd in het juniorteam van Van Werven met schaatsen. Je hebt besloten om ja, met het B peloton mee te gaan. Ja, ja. En wat is je doelstelling? Ik wil wel op podium. Overwinning zou wel mooi zijn. Jij hebt ook een doelstelling om in de toekomst door te gaan met marathonschaatsen? Ja, is wel de bedoeling. Leg je de grenzen ook weer op het skielen gebeuren? Ja, dat is wel het uiteindelijke doel. Om in de zomer wel weer goed te zijn. Ja, je wil eigenlijk in de zomer je eigenlijk van de top laten zien. En qua schaatsen op dit moment nog op een laag pitje. Nou, schaatsen wil natuurlijk ook altijd de beste zijn. Maar het is absoluut bewezen dat het met twee sporten kan. Je kunt het wel, hè? Ja, het kan wel inderdaad. Michel Mulder heeft ook laten zien dat het kan. Ik zag je een aantal wedstrijden rijden, met name ook in Haarsel, wat slecht weer. We stonden gelukkig nog een beetje droog, maar ja, je had toen de kans, hè? Ja, klopt. Dat was wel een grote kans, maar ja, soms gaat het wel fout in de laatste ronde. Extra trainer dus? Ja, absoluut. Wie is je bergleider daarin? Desley Hill. En ja, dat is de man die probeert om je ladder wat hoger te krijgen? Ja, dat is een vrouw, maar die probeert inderdaad om mij zo goed mogelijk te krijgen. Heel goed. We gaan je volgen, Gerco. En hopelijk een podiumplek, hè, van het jaar. Ja, bedankt. Dat gaan we best doen. Dankjewel. Ja, tot slot natuurlijk de coach. Want dat is de man die ook zeker van belang gaat spelen in het nieuwe seizoen marathonskaatsen. Wat 12 oktober gaat beginnen. 2013-2014. Roy Boeven, ja, voor mij geen onbekende. Veel malen gezien. Je bent de coach geworden sinds vorig jaar. Hoe kwam je bij deze ploeg terecht? Nou, ik heb contact gehad met Wilfred van Werven. Die heeft mij gebeld of we een keer op een gesprek konden hebben over het komend seizoen. Daar ben ik op ingegaan. Dat was een prettig gesprek. Daarna hebben we nog twee gesprekken gehad. En daar zijn we eruit gekomen. En het is gewoon een hele mooie uitdaging voor mij om met een team uit de regio te gaan werken op het hoogste niveau marathonschaatsen. Ja, dat is natuurlijk een geweldige kans. Ja, wat heeft Van Werven eigenlijk zo'n beetje laten weten wat ze van jou verwachten? Nou ja, ze verwachten natuurlijk overwinningen, maar niet alleen dat. Van Werven staat natuurlijk ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat willen ze ook in het schaatsen weer laten komen. Nou, dat probeer ik daar ook in te implementeren eigenlijk. Het schaatsteam staat er goed op. Het schaatsteam gaat nu, we gaan nu naar de winter toe. En ja, Van Werven wil natuurlijk maar één ding, dat we een hoop plezier hebben en dat we professionele uitstraling hebben. En daarmee wedstrijden winnen. Je liet het zo mooi weten tijdens de presentatie. Je stond er mooi bij met de handen in de zak, want dan ben je gewend. He, en dan zeg je daarin, ik sta midden in de groep. Ik sta niet boven die groep, maar midden in de groep. Wat is daar de bedoeling van? Nou, ik denk dat je midden in de groep moet staan. Kijk, ik heb mijn leeftijd verder niet mee. Ik ben de jongste coach ooit. En daarmee moet ik er niet te ver boven gaan staan. Als ik, daar, als ik me te groot ga maken, dat is niet de bedoeling. Ik ben gewoon een normale jongen. En mijn taak is om de ploeg zo goed mogelijk neer te zetten in de wedstrijden. Mijn taak is niet om er ver boven te staan. En ik denk dat als iedereen zich bij zijn taak houdt wat dat betreft, dat het gewoon een heel mooi seizoen wordt. Ik zei het en ik vroeg aan Kerry Ekman, juist, is hij de kopman van het Van Werven team of zijn het allemaal individuele rijders die de kansen mogen pakken? Nou ja, natuurlijk, iedereen krijgt zijn kansen. Normaal gesproken is Gary de beste man op papier van het team. Dus die zal automatisch wat vaker uitgespeeld worden. In principe krijgt iedereen zijn kansen en gaan we elke wedstrijd voor de winst. En of dat de ene keer Gary is en de andere week Willem is, dat is maar net hoe het uitkomt. Afhankelijk van het ijs, afhankelijk van de weersomstandigheden, afhankelijk van de concurrentie, daar maak ik een plan op. En of dat de ene week Gary is, ja, dat kan. Geert Plender, kennen we ook al heel wat jaren, zeker ook in deze wereld. We hebben hem een aantal jaren geleden heel langzaam zien opkomen. Maar hij wordt steeds sterker, hè?
Ja, Geert is, ik ben opgegroeid met Geert. Ik heb zelf altijd geschaatst met Geert, ook nog bij Savan. Geert is gewoon een onwijze topper. Alleen, die moet dat laatste stapje nog maken. En we zien deze zomer gewoon dat hij die stap echt heeft gemaakt. Wedstrijden wint, conditioneel heel sterk is. En wat bij Geert belangrijk is, hij heeft er gewoon heel veel plezier in. En dat straalt hij iedere dag uit. En als hij dat kan vasthouden in de winter, nou, dan gaat hij gewoon hele mooie dingen laten zien. Dat komt van Jan Maarten Heideman. Ik vind het zelf persoonlijk geweldig. Want ja, ik kom uit de gemeente Oldebroek, een man met heel veel zegens, de beste marathonschaatser aller tijden, die komt bij jou in de ploeg. Wat vind je daarvan? Ja, Jan Maat is natuurlijk geweldig dat die bij mij in de ploeg kan komen. Ik ben coach en is het wel een voorrecht om te mogen werken met Jan Maarten Heideman. De man is de beste marathonschaatser aller tijden. En komt dan bij jou in de ploeg en daar ga je mee werken. Op het moment dat hij binnenkwam was het direct gewoon prima. Hij zat erbij, hij hoorde precies bij de ploeg. Voor de winter maakt het alleen maar mooi. Je ploeg wordt sterker. Hij is snel, hij kan winnen. En hij is nog altijd de beste marathonschaatser. Is Jan Maarten Heideman in het komend seizoen een vrije man die een vrije rol mag spelen? Nee, we zijn een team. Niemand is vrij. We zijn een team. En met dat team willen we presteren. Daar hoort Jan Maarten bij. Als Jan Maarten kan winnen, dan wordt Jan Maarten af en toe de man die uitgespeeld wordt. Het is gewoon afwachten hoe het straks op het ijs is. Wedstrijden zijn altijd anders dan een training. Wat is de prioriteit? Kunstijs kampioenschap pakken of natuurijs veel zegens binnenhalen of de Waaijsjenzee en Nederlands kampioen worden? Mag ik ze ook allemaal hebben? Ja, graag alsjeblieft. Ja, nee, ja, het doel is gewoon om alle wedstrijden te winnen. Ik vind elke wedstrijd die je start, elke training die je aangaat, dan moet je altijd het maximale uithalen. En of dat dan winnen of verliezen is, dat is niet zo relevant als je er maar het maximale uithaalt. En ik denk dat als we dat doen, dat er echt wel mooie dingen te gebeuren te staan. Dus wat dat betreft, bam bam gaat nu met gemak eens aan de kant. Ja, moet van werven en af en toe een keer bam worden. Heel goed. Roy, bedankt. Ik wens je heel veel succes met het team. En hopelijk nummer 1 positie. Hè? Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en zo sluiten we hier dus af. Een prachtige presentatieavond hebben we kunnen beleven. Er was heel veel belangstelling. Maar liefst 180 mensen hier binnen die belangstelling hadden. Sponsoren, subsponsoren, publiek. Je kunt het echt niet bedenken. Het was weer een hele bijzondere avond. Het team is er klaar voor, u heeft het gehoord. Wij zijn benieuwd naar de resultaten. 12 oktober, nogmaals gezegd, wordt de openingswedstrijd gehouden. En dat natuurlijk op de Jaap-Hedenbaan in Amsterdam. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.